Yo mensen, mijn naam is C-Piep en welkom bij deze nieuwe vlog. Vlog niet echt, maar bon. Ik heb iets keileuk voor jullie. Ik heb, allez, voor jullie niet, eigenlijk iets voor mezelf. Maar ik heb namelijk de Call of Duty perk bottles van Black Ops 3 Zombies gemaakt. Hier is al Juggernaut. Ziet hier, mooi. Juist alleen, hier is het een beetje misgegaan. Dus die ga ik misschien nog eens opnieuw moeten doen. En ja, misschien ook Speed Cola, want dat papier is helemaal verneukt eigenlijk. Verfrommeld. En die kurkjes, allez, kurks, dat is nog eigenlijk geen kurk. Het is eigenlijk gewoon plakband. Dus, want ik heb eigenlijk nog geen kurk, kroonkurkjes om erop te zetten. Dus daar gaan we nog eens moeten naar de brouwer. Ik laat het jullie alleen zien. Jullie gaan het waarschijnlijk nog zien in video's met facecam. Dan gaat er een mooie plank achter mij staan en een paar perks erop. Laat het ook altijd weten in de comments. Welke perk ik anders mee in de video moet nemen als achtergrond voor mijn facecam. Als jullie het willen weten. Laat het mij weten in de laatste comments van video's. Welke perks ik nog moet maken. Laat het altijd weten. Welke perks ik nog moet maken. Gelijk Speed Cola en Juggernaut. Deze twee heb ik al. De kroonkurkjes, die komen er nog op. Hier wat verder is een bierbrouwerij. Nee, dat is zo'n machine. Dat is wel lekker eigenlijk. Smaakt naar lijm vooral. Door de plakband. Maar bon. Ik hoop dat jullie al een beetje genoten hebben van deze video. Leave like, subscribe. En laat het ook zeker weten welke ik nog moet maken. En laat ook zeker, als ik jullie in het echte leven ken, laat het dan ook weten of dat ik er eentje voor jullie moet maken. Ik ga ook zeker een tutorial maken hoe dat ik ze heb gemaakt. En laat het. En ja. See you later.